En minister kan het amoxie van justitie en politie beweert geen problemen te hebben met de politiebond. Dit was zijn reactie gisteren op de persconferentie toen hem werd gevraagd wat zijn relatie is met de voornoemde bond. Het zijn mensen waarmee ik heb gewerkt, die onder mij hebben gewerkt, die ik misschien ook les heb gegeven. We hebben een constructieve relatie. We zijn in onderhandeling. Zaken die gerealiseerd moeten worden. Ik ben bijvoorbeeld heel belangrijk voor de leden was de SZF. Die is gerealiseerd. We zijn bezig met de nachtdienstpremie. Zijn we bezig dat aan te passen. Daarover is er ook overleg geweest met de voorzitter, met de bond. Dus ik heb geen problemen met de politiebond. De minister gaat verder aan dat ten aanzien van de basispolitieopleiding het ministerie wacht op de afgifte van de missieve van president Chandrika Prasad Santokhi. Dan kunnen de administratieve zaken van de aanstaande recruten in orde gemaakt worden. De lichting is al binnen. De korpschef heeft een lijst opgestuurd. En die heb ik ook aangeboden aan de president voor een missieve, zodat de overeenkomst, de opleidingsovereenkomst kan worden aangegaan met de individuele mensen. Zodat nu zijn ze in de introductiefase van de opleiding, maar het moet doorgaan. Aldus justitieminister Kenneth Amoxie gisteren op een persconferentie.